Beelden van de uitweek in Utrecht, de introductieweek voor studenten. Dit jaar waren daar voor het eerst ook mbo-studenten welkom. Er is de afgelopen jaren meer veranderd voor mbo'ers. Zo zijn hun stagevergoedingen bij de Rijksoverheid gelijk getrokken met die van hbo'ers en wo'ers. En, ondanks dat niet iedereen het ermee eens is... Als straks eigenlijk iedere jongere in Nederland studeert, wat betekent het dan nog? Zijn ze sinds 2020 officieel student. Maar uit onderzoek van het RIVM en het Amsterdam Universitair Medisch Centrum blijkt dat mbo'ers zich nog steeds vaak ongehoord of ongezien voelen. Jan Maar vertegenwoordigt mbo-studenten. Hij legt uit hoe dit kan. We worden niet altijd meegenomen in beslissingen of in beleid. Maar ook iets waar we ongelijk in zijn is dat studentenleven. Die kansen die als je hbo of unie gaat studeren... en daar een heel sociaal leven in gaat, dat hebben we hier niet op het mbo. En daarin voelen we ook ons achtergelaten. En dat is super jammer. Ook vindt de jongerenorganisatie Beroepsonderwijs dat mbo'ers dezelfde rechten verdienen als hbo'ers en uniestudenten. Als je kijkt naar een tussenjaar nemen om een bestuursjaar te doen, even wat anders te doen, dat kan niet op het mbo, omdat je nog geen starterskwalificatie hebt. Laat me even aan je uitleggen wat startkwalificatie en kwalificatieplicht is. Een kwalificatieplicht is een maatregel om schooluitval bij jongeren tussen de 16 en 18 tegen te gaan. Zij moeten dus verplicht een opleiding volgen. Als je een HAVO, VWO of minimaal MBO 2 niveau diploma op zak hebt, dan heb je startkwalificatie. En er vervalt dus de kwalificatieplicht. In de praktijk betekent dat het volgende. Een jongere van 17 met een HAVO-diploma mag een tussenjaar nemen, want het HAVO-diploma voldoet als startkwalificatie. Maar een mbo-student van 18 mag dat niet, want een VMBO-diploma voldoet niet als startkwalificatie. Dat vind ik zo bijzonder, omdat je dus een MAVO hebt gedaan, kan je niet ervoor kiezen om tijdens je opleiding meer vrijheid te pakken en iets anders te doen voor een tijdje. Maar als je HBO of Unie doet, dan kan dat wel. Nou, dat is een van die dingen en denk van, waarom? Dat moet toch ook mogelijk zijn bij ons? Die introductieweek in Utrecht was zeker een stap in de goede richting. Maar er is nog genoeg ruimte voor verbetering als het gaat over de manier waarop we als maatschappij mbo-studenten waarderen.